We zijn vandaag te gast bij de Notenshop. Ik sta hier met Arjon Groeneveld. Hij heeft een heel mooi bedrijf over noten en nog veel meer producten. Arjon, hoe is het zo ontstaan, jullie bedrijf? 16 jaar geleden, marktfamilie. Ondertussen denk ik nu 7 jaar online actief. We doen 7 landen dagelijks. En echt een online retailkanaal, zeg maar. Dus, ja, en dat doe je echt met familie, hè, begrijp ik? Ja. Mijn vrouw zit in het bedrijf, ik zit in het bedrijf, mijn moeder zit ook nog in het bedrijf. En inkopen is natuurlijk een heel belangrijk ding. Dat doe je zelf, begrijp ik. Een stukje basis, denk ik. Hoe doe je dat zo? Ja, toch wel boven op de markt zitten, weten wat er speelt. Dagelijks contact met importeurs, makelaars, leveranciers. Ja, goed zoeken naar goede producten, zeg maar. Dat is wel ontzettend belangrijk, ja. Waarom is jouw kwaliteit zo goed? Veel al dezelfde merken die we kopen. Veel al dezelfde telers. Vaste merken, zeg maar wel. Vaste landen van herkomst. Dus ja, dat is ontzettend belangrijk. Ja. En als je ziet over branden en bakken, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we branden iedere dag vers. Bakken in argideolie. We wisselen iedere dag de oven, weet je al. Roosteren met de beste apparatuur. Ja, en heel veel grip op kwaliteit. Dus we zitten er echt bovenop. Ja. Dat is mooi. En als je naar het assortiment kijkt. Wij hebben best een groot assortiment opgenomen. 80 producten ongeveer, begreep ik. Wat kan je daarin benoemen wat betreft noten? Een geroosterde notenmix. Walnoten van de beste kwaliteit. Notenmix stukjes. Amandelmeel. Best wel breed eigenlijk. En wij doen een niet gezouten assortiment, begrijp ik. Ja, alleen droog geroosterd en ruw, ja, inderdaad, dat klopt. Als je nou kijkt, wat is nou het verschil tussen bakken en roosteren? Als we zeg maar bakken, dan bakken we echt een argideolie. Dus dan wordt het product vet. En als we hem zeg maar roosteren, dan droog roosteren we. En dan zit er veel minder vet in het product. Maar wel die knapperige bijt, maar niet het vet, zeg maar. Ja, en als je de noten dan mixt, dat gaat er ook wel op een bepaalde manier? Als wij zeg maar bakken in het vet, dan mixen we de mix ook gelijk te plekken. Dus we gaan niet zeg maar losse componenten maken, maar we maken de mix gelijk te plekken. Dus dat geeft ook voor de smaak is dat gewoon beter. Okay. Nou, top. We zijn binnenkort terug met een special over ontbijt. Dat is over een paar weken. Dus Arjo, ik ben binnenkort weer bij je terug. Dankjewel. Abonneer of volg Van Gelder via social media en mis geen enkele video.